Vandaag, zondag 22 augustus, zijn we in Haps. Want Haps die stelt zich helemaal open. Nou ja, dat wil zeggen, er is een verkoop. Iedereen mag hier aan huis verkopen wat hij wil. En de kunstenaars laten hun prachtige kunstwerken zien. Nou, wij zijn vandaag even beland op de schans. En hier heb ik iemand bij me. Oh, herstel, vertel. Welke straat? De Burgemeester Morenstraat 6. En jij bent? Tim van Rij. Nou Tim, jij hebt hier een hele kraam vol met spullen, zie ik. Waar komt het allemaal vandaan? Toen ik klein was, toen hadden ze allemaal dingetjes voor mij verkocht. En daar speel ik nu niet meer van. Dus nu hebben we het gewoon maar in ons kraampje gezet. Aha, dus je begint al heel vroeg met een echte handel. Heb je ook zelf bedacht wat het kost allemaal dan? Ja. Zo, we hebben bij onze oma hebben we alle prijzen bedacht en zo. Dus ja. Nou, heel goed. En heb je al wat verdiend? Ja. We hebben al best wel wat verkocht. Aha, maar nu zie ik ook andere dingen waarvan ik denk van, nou, die zijn vast niet van jou geweest. Zo'n oventje of zo. Waar komt die dan vandaan? Nee, soms zijn er ook oudere spullen van sommige mensen die dood waren. Daar hebben we ook spullen van in ons kraampje gezet. Ja, oké, de erfenis, die kan je gewoon verkopen. Ja, precies. Ga je nu zelf ook nog naar andere plekken toe, dat je denkt van, nou, ik heb zometeen geld verdiend. Ik ga ergens anders iets kopen? Ja, als we misschien heel veel verdienen, kunnen we nog ergens anders heen toe. Ja, maar dan moet je wel op tijd stoppen, want anders is het ergens anders ook al weg. Ja, dat kan goed. Ja. Dan moeten we wel snel zijn, ja. Ja. Nou, ik wens jou heel veel plezier en heel goede verkoop. Maar ik hoorde ook al, jullie hebben megafoon, dus laat nog even horen. Nog even horen, Geert. Nou, dat moet Tim zelf zeggen, want Tim is hier de verkoper, hè? Ja. Wat zeggen we dan? Fantastische spullen, ook al is het tweedehands, ze zijn nog gloednieuw. Heel goed. Nou Tim, heel veel succes. Dankjewel. Ja, doei doei. Alleen vandaag, 75%. Alles moet weg. De vraag hangt, alles moet weg vandaag. En de stoelen op, Pieter. Ik vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. En gratis grabbelen. Zelfs mensen uit Kerk komen hier kopen, u ziet het. Tim, vraagt die meneer zich goed. Ook daar weer, de vrede klant, Pieter Wacht, heel blij. Kijk, ze slachten, stralen, heel goed. Voordat je make-up op is dat zeg maar canvas voor, ik weet nog zien hoe het dan wordt gekocht. Ja, en die Hein die maakt niet alleen
prachtige tekeningen zoals jullie net hebben kunnen zien. Maar achter in de tuin staat ook een heel mooi kunstwerk. Tenminste, ik vind het nu al mooi, maar hij is nog niet af, hè? Hein, vertel eens, wat heb je hier? Nou, voor jaren terug, ja, dus denk ik al 6 jaar geleden, toen kwam er iemand bij mij die zei, Hein, kun je een oude olijvenboom gebruiken? En misschien kun je daar iets mee. En toen heb ik hem aan de kant gelegd. En ja, sinds vorig jaar ben ik ook af en toe een hout aan het hakken en dat bevalt me heel goed. En toen dacht ik, ja, ineens zo gaat dat dan met kunst wel. Ineens van de lente dacht ik, verrek, ik ga met die olijvenboom aan de gang. En toen ben ik onderaan begonnen. Weer wat het moest worden, weet ik nog niet. Maar toen ben ik daar allemaal mensfiguren in gaan hakken. En inmiddels ben ik al zo'n 4 maanden zeker bezig. En iedere dag komen er weer 2 mensfiguurtjes bij. En in feite gaat het helemaal tot boven. Wat er bovenaan moet komen, dat weet ik nog niet. Ik denk eens wat hard. Maar ja, iedere dag een paar figuurtjes. Dus het wordt een echte mensenboom? Ja, zo zou je het bijna kunnen stellen. Ja, ja. Ja, er zit er ook wel een idee achter van, kijk, we worden allemaal klein geboren. En er zitten ook een paar hele kleine figuurtjes in. En de bedoeling is dat we allemaal opklimmen in ons leven. Hè. We willen allemaal, we gaan niet iedere dag op bed liggen, we willen vooruit in ons leven. En dat bedoel ik ook met die boom, het omhoog gaan tot iets. Je wilt ergens naartoe, maar nooit naar beneden. Hè. We willen allemaal weer die volgende dag meemaken en weer vooruit gaan. En dat eigenlijk beeld ik er een beetje uit met dit werkstuk. Ja. Ja. En heb je ook nog speciale mensen erbij in gedachten of zijn het gewoon creaties? Het zijn gewoon creaties, ja. Ja, ik heb niet per se, nee, ja, het is eigenlijk voor iedereen bedoeld, hè. Ik bedoel, we gaan iedere dag naar het werk en iedereen wil iedere dag de kost verdienen. En ja, dat bedoel ik eigenlijk allemaal met het, dat je ergens naartoe wil. Ja. Dus, ja, maar ik kan nog een paar maanden verhuizen. Ik denk nog een 3 maanden of zo, voordat hij af is. En dan komt hij voor aan de weg, zeg maar. En dan kunnen mensen weer genieten als ze willen. Ja, dan kunnen wij met z'n allen weer bewonderen als we hier langs fietsen. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja. Want dat vind je ook wel belangrijk, dat kunst openbaar is? Ja, even langs die weg iets anders. En ja, ik moet eerlijk zeggen, er stoppen regelmatig, vooral ook in de zomer, veel bermtoeristen noem ik het, die dan even kijken en en even kijken van, ja, en foto's maken. Maar ja, ik vind het wel mooi dat je even iets anders ergens laat zijn, zeg maar. Net als dit werk. Ja. Nou, dank je wel voor je tijd alvast. En ja, wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe die uiteindelijk gaat worden. Ja, ja, ja. En ik vind hem nu al mooi als olijvenboom, maar straks de mensenboom. Ja, ja. Ja, en bovenaan, Ali, daar had ik... Bovenaan zat er ook, daar wou ik ietsjes hout uithalen. En, of nee, toen wou ik, nee, ik wou bovenaan een vast vernis, omdat als het ging regenen, dan verrot hij, hè. Dus ik heb daar bovenaan gekookte lijnolie van een paar maanden terug opgedaan, gekookte lijnolie. En toen ging ik 's middags fietsen met mijn vrouw. 's morgens had ik de gekookte lijnolie een hoop opgedaan. En toen ging ik 's middags fietsen met mijn vrouw. Toen kwam ik thuis. Ik dacht, wat zie ik nou toch? En wat zag je? Rook uit de... Oh. Ik zal het bewijs laten zien. Hij was in de... Als ik dus een uurtje later, dan was de boom ook niet meer geweest. Maar ik zal het heel even laten zien. Ja. Oh, breek hem niet af, hè? Nee, nee. Oh ja. Oh ja. Dat was iemand uitbranden. Ja. Ja. Zegt hij iets nog over het mensenleven? Ja. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als we ouder worden, dan raken we iets meer afgebrander. Dan raken we opgebrand ook. Wie weet. Hé, hey, ja. Dankjewel, Hein. Graag gedaan. Nou, binnen kunnen staan. Ja. En dan had hij dus een interview weg gehad. Ja. We hebben nou een... Ik weet niet meer. Janne daar. Janne daar. Ik kwam het eten. Hoe lang zijn we? Ook al iets verkocht. Een hakte van een hoofdkant. We hebben veel spullen. Maar ja. We hebben hier een traphekje.
Dit is eigenlijk bedoeld voor de kinderen niet van de trap of erop of eraf kunnen. Maar het is ook fijn voor de hond. Dat die niet naar boven loopt. Of van de ene ruimte in de andere. Dus nog zo goed als nieuw. En die doet u zomaar weg? Ja, we hebben geen hond meer en geen kleine kinderen meer. Dus dan is het over. Ja, dus dames en heren, heeft u een traphekje nodig? Dat is hier te koop, maar er is bijvoorbeeld ook een motor te koop. Speelgoed. Tupperware. Kunstige dingen. Tupperware. In Haps is gewoon alles te vinden. En als je licht in huis hebt, daar staan nog 4 lampjes. Ja. Nou, hopelijk dat er volgend jaar weer zoiets is. Want stel dat dit nu niet verkocht wordt, dan weten wij vast wat er volgend jaar hier in Haps te koop is, toch? Nee, dan zetten we hetzelfde niet neer. Wij hebben de bedoeling om straks een hobbymarkt te gaan doen. In een grote ruimte, iedereen die een hobby heeft in houtsnijwerk of in verzamelen van serviezen. En daar in een keer te toon te stellen. Kijk. En waar en wanneer gaat zoiets gebeuren? In dezelfde tijd en dan in de sporthal als de kinderen nog niet naar school gaan. Dus augustus 2022, ja. Weer naar Haps? Ja, natuurlijk. Haps is goed. Ja. Haps nou, is stuur ons een uitnodiging en wij komen kijken. Ja, prima, dat doen we. Dank ja. U wel. Dank. En we zien van alles in Haps. De kunstenaars, de rommelmarkt, de garage sales en zo. Maar hier staat op straat geschreven fudge. Nou, ik ben heel benieuwd, want fudge. Ja, heerlijk, karamel en zo. En nou, bij wie sta ik? Ja, bij Jessica en ik ben zuster Evie van Land van Kuik. En zuster Evie? Ja, zuster Evie. Zuster Evie is eigenlijk, zijn we met heel veel zusters in Nederland. En ik ben dus de zuster van het Land van Kuik. Ja, ik ben ook jouw mama. En wat doe ik? Ik maak van alles zelf thuis. Waaronder fudge bijvoorbeeld, maar ook bakmixen, soepen, appelmoes. Allemaal ambachtelijke producten van vroeger eigenlijk, die je in je eigen keuken kan maken. En die verkoop ik vandaag, vanuit mijn eigen huis. Ja. kan je in het kort vertellen dan, wat is zuster Evie dan precies? Ja, zuster Evie is een samenwerking tussen de zusters van Nederland die allemaal leuk vinden om eigenlijk vanuit huis mooie producten te maken. En de fudge is echt een prachtig voorbeeld. Daar ben ik wel een hele avond zoet mee om dan lekkere fudge te maken. Maar je proeft ook wel dat het de verwerk in zit en dat het ambachtelijk is. En zo heb ik bijvoorbeeld ook een zuster Evie in Wijchen zitten. Die doet hetzelfde, maar dan voor regio Wijchen. Aha. Ja. Maar je zegt, er zijn verschillende concepten, verschillende producten die je gemaakt kunnen worden. En jij hebt je gespecialiseerd in de fudge. Ja, en in de, dus dat is een zalige zoetigheid, noemen ze dat bij zuster Evie. Daar valt ook nog chocolade onder. Bijvoorbeeld van die chocoladestenen zijn eigenlijk Lego steentjes. Kun je dan mee bouwen. En ik heb ook de puikenpotten. En dat zijn juist de bakmixen, de soepen, de appelmoes. Ja, dat is een ander concept van zuster Evie. Ja. En hoe loopt dit vandaag? Ja, supergoed. Die fudge is wel echt, iedereen uit Haps komt deze kant op. Ja, want je bent al bekend hier in Haps en omstreken. Nee, ik ben eigenlijk per 1 augustus begonnen. Dus, dat is nog heel kort. Ja, heel veel avondjes voorbereid. Maar ik hoop vandaag wel een beetje naamsbekendheid te krijgen. Ja. Nou ja, misschien gaat het blijken vandaag hoe heerlijk het kan zijn allemaal. Ja. Dus Piet, wij gaan ook iets lekkers kopen, hè? Ja. Zeker. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Dat is een toegepaste stuk. Ja, weet ik. En nu zijn we op een mooie plek, want we hebben hier nu 2 kunstenaars in 1 huis. En we staan nu bij Colette Jacobs. Ja, Colette. Wat een prachtige verzameling sieraden en lampen heb je hier. Dank je. En het is, allemaal heel simpel gezegd, van papier. Alles van papier gemaakt. Ja. Ik ben met de sieraden denk ik al zo'n ruim 25 jaar bezig. Ik heb het heel lang op de kunstmarkt verkocht. Ben ik begonnen in Kuik, in de Beloe, in het jongerencentrum, oude jongerencentrum.
Daar hadden wij een zeefdrukkerij. Daar heb ik een tafel neergezet. En daar ben ik eigenlijk... Want ik heb wel een creatieve opleiding gehad. En toen dacht ik, ja, ik wil nog niet voor de klas. Ik ben docent. Ik wil zelf iets doen. En toen ben ik papieren kralen gaan maken. Eerst van tijdschriften en kranten en mooi cadeaupapier. En dat is al heel oud, want deze in de oorlog ook. Dat is natuurlijk een goedkope manier en goede manier. Met veel kleur. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk toch verder. En toen ben ik zelf papier gaan schilderen. En ben ik allerlei vormen gaan maken en kwam ik weer op rechte kralen. En kon ik weer zulke grote armbanden of dit soort armbanden maken. Zo. En dus nu maak ik alle kleuren zelf. En als ik dan een vorm heb, dan lak ik het 8 keer met natuurlijke lak. En daar word ik ook sterk van. Dus het kan ook, er zijn al sieraden die ik heb, die zijn al 25 jaar oud. En die zijn nog steeds gewoon hartstikke goed. Ja. Dat, dus dat lak, dat is eigenlijk heel licht, maar wel heel conserverend, zeg maar. Ja, dus en je gebruikt er ook prachtige kleuren bij, hè? Zo mooi bij elkaar afgestemd. Ja, ik hou echt van kleur. Zowel, en dat kan dus met het papier heel goed. En dat is ook leuk, inderdaad. Je kan ook mooi grote kettingen dragen, die zijn ook lekker licht. En ik hou ervan als mensen gewoon, als ze ook allemaal anders zijn. Dus mensen kiezen iets wat gewoon bij hun past. En als een ketting goed is voor iemand, dan gaat die om en dan kijk je en dan is het goed. Als het niet meteen goed is, dan wordt het ook niks. Dus ik laat mensen mogen bij mij gewoon snuffelen, ze mogen alles eraf halen, ze mogen erin rommelen. Want ik wil graag dat mensen met hun handen eraan zitten en ook kinderen. Ik wil graag dat ze het kunnen voelen en dat ze het mogen passen en dat ze iets kunnen zoeken wat bij hun past. En alleen kijken is ook prima. Heel veel mannen vinden het ook leuk. En dat is met sieraden niet zo vaak. Maar die staan wel echt te kijken. Wat is dit voor materiaal? Het ziet er heel zwaar uit. Ja, terwijl het toch gewoon... Het is gewoon allemaal papier. Ja. Het is vooral de arbeid en het werk. En je toewijding. Waardoor het gewoon iets... Ja, iets moois wordt. En iets van mij is geworden. En door 25 jaar ook iets van heel veel andere mensen. Ja. We zijn even een stukje opgeschoven, Colette, want je hebt niet alleen prachtige sieraden, maar ook nog heel creatieve lampen. Dankjewel. Ook van papier? Ook van papier, ja. Dat is toch onvoorstelbaar. Het ziet er eigenlijk ook weer heel kleurrijk uit. Hetzelfde eigenlijk. Ja. Ik hou van kleur. En dit is inderdaad wel papier, maar ander papier dan sieraden. Dus dit is heel dun zijdebloesempapier. En in iedere lamp die je ziet in de laagjes, dat is opgebouwd uit 8 lagen papier. Dus al deze lampen beginnen eigenlijk gewoon om allerlei vormen heen. En dan bouw ik het op met heel dun papier. En tussendoor komen er belijningen, zoals hier bijvoorbeeld. Er zitten hele mooie strepen in en zo. En dat maak ik van vlas. Ah. En dat is het grondmateriaal van linnen. En vlasplanten hebben hele lange vezels. En die vezels, die gebruik ik in de lampen. En dat geeft precies het goede effect, vind ik. Ja. Het zijn heel natuurlijke vormen. Je kan er van alles zien. Ik zie een blad, een schelp of net wat je er zelf in ziet natuurlijk. Ja. Maar ik verbaas me erover, met zo'n lamp erin, blijft het dan wel goed zijn vorm houden? Is het niet brandgevaarlijk bijvoorbeeld? Nee, wij gebruiken wel echt alleen maar ledlampen. Dus ik heb alleen maar koud licht, wat juist ook vaak heel koud licht uitstraalt. Dus het is ook heel fijn dat die zo'n papieren omhulling hebben, omdat dat ledlicht dan ook wat warmer wordt. Maar het is dus totaal niet brandbaar en alles krijgt ook een soort van geraamte. Ik verwerk ook, ik heb bijvoorbeeld hele grote lampen gemaakt, die hangen bij het crematorium van Schrijen, Zevenhutten. En daar kun je ook zien, dat zijn ook bladermotieven. Ik doe heel graag, ik maak graag organische vormen, daar kom ik toch altijd op uit. En ik vind het mooi als er een stuk natuur in te herkennen is. En alle vormen moeten dus wel verstevigd worden. Dus ik verwerk vaak dingen erin, waardoor je ook weer staal in de lampen kan doen, waardoor de papieren lampen toch in hun vorm blijven. En soms is het ook niet erg, zoals die witte lamp die daar hangt, die hangt een beetje uit. Die mag op een gegeven moment ook uithangen, want het papier zal gewoon altijd met zwaartekracht of met de kleur van het licht door de tijd heen iets veranderen. Ja.
En hoe strakker je eigenlijk een geraamte geeft, zoals deze lamp, er zijn lampen die hebben hier ook een geraamte. En die blijven dan heel strak in de vorm. Maar op zich vind ik het niet erg als een lamp ook een soort, ja, een beetje verandert. Ja, die wordt ook ouder, die gaat zijn leven leiden. Ja. Die krijgt een ziel, die komt bij mensen terecht. Meestal ontwerp ik ook voor mensen in hun huis en ga ik met hun kijken en dan zeg ik, nou, ik wil graag iets blauws, want dat past mooi in het interieur, of iets anders, of iets groots, of iets heel kleins. Ja. En dan meestal maak ik echt voor hun speciaal iets. Ja, dat kan dan. Ja, dat kan. Op verzoek. Eigenlijk haast altijd. En dan maak ik dus ook proeven, dus ik blijf ook vaak met heel veel proeven zitten. Maar het maken van die proeven en zo'n uitdaging van een huis, het doet ook iets in je geest. Dus ik moet heel creatief zijn en flexibel. Dus ik ga vaak naar huis en denk, oké, ik heb wel een heel sterk gevoel daarbij, maar wat zal ik dan maken? En dan komt er iets, dan plopt er meestal meteen iets op. En dat is dan mijn eerste proef. En dan ga ik weer kijken bij die mensen met een proef. En dan langzaam ontstaat een lamp. En dan heb ik heel veel geleerd. En dan krijgen de mensen iets wat bij hen past. Als het goed gaat, dan meestal gaat het goed. Ik ben wel eigenlijk een totale digibet. Dus ik heb een heel klein websiteje. Gewoon meer om mensen echt een idee te geven. Mijn plan is om dat nog steeds wat beter aan te pakken, maar dat lukt me gewoon niet. Ik zit toch altijd met mijn handen te werken in plaats van in mijn website. Maar mijn lampen heten papierverschijnselen. Een verschijnsel is een licht. Dus het is www.papierverschijnselen.nl. En dan kom je bij mijn kleine lampenwebsiteje uit. Ja, en dan nu als afsluiting van ons rondje haps wat we hadden vandaag. Nou ja, bij de hand van John. John, hij is Haps, de hand van Haps. Hand van Haps. Ja. Niet alleen van mij. De vlag is verdwenen, zie ik, maar ja, de hand is klaar. Precies. Hij is gisteren afgekomen. Ja. En ik moet zeggen, ik ben er zeer, zeer tevreden over. Ja, trots op je werk? Trots op mijn werk, ja. Goed. Nee, echt het, ik twijfel er nog even of het wit wel een goede kleur zou zijn, maar het valt zo mooi uit qua textuur en belichting. Ik denk de houding is wit natuurlijk al. Nee, uitermate tevreden. Ja, en hij steekt prachtig af op dit moment tegen de blauwe lucht natuurlijk. Ja, ja, ja. Is hij niet te fel of is hij helemaal goed? Nee, hij is zo helemaal goed. Hij is, ik vind het precies de goede kleur wit. Het is niet dat blauwachtige wit zoals je met wegenwit zou hebben. Het is iets van het wit af. En, nee, perfect. Perfect. Al zeg ik het zelf. Nou ja, als de kunstenaar tevreden is, wat wil je nog meer? Nou ja, ik hoop dat de opdrachtgever ook tevreden is. Nou, die moet hem uiteindelijk betalen. Ik zou zeggen, als je dat zo ziet staan, dan moet het bijna wel. Ik denk het wel. Deze af nu, staat er alweer een volgend project op stapel of heb je zoiets, nou, even rustig aan? Even rustig aan. Ja, dus veel plaats is het altijd. Dus met die grote beelden, dan is het toch wel op de tandvlees. Nee, moet je nou even, het grote werk zit er voor dit jaar weer op. Dankjewel voor de kijk, voor de prachtige hand. Die is natuurlijk nog heel lang te zien hier, ook al is het geen hapsrondje, maar iedereen kan er nog van genieten. Zo is het, en anders is het binnenkort op het industrieterrein te zien, want daar gaat hij aan bij. Dank je. Dank je.